Nou, kan je verzekeren dat het niet zeker is, maar er zit wel degelijke progressie in onze branche. Weet je, er is een wetvoorstel in voorbereiding om de parkeerdiensten te privatiseren. Wij zijn daarover nu in onderhandeling, omdat daarmee de mogelijkheid ontstaat om je tegen verkeersovertredingen te verzekeren. Maar eigenlijk wil ik helemaal niet praten op mijn werk nu. Waarover dan wel? Nou, claim maar verstaan. Voldaan. Mijn vrouw is wat nymphomaan aangelegd, zie je? Voldaan? Ik waarschuw je, ik bepaal wat hier gaat gebeuren, ja? Staat hier iets te gebeuren dan? Tja, hoe komen jullie eigenlijk aan die grappige namen? Ja, ben je te grappig? Oh ja, Wodan en... En Edda! Edda! Ja, is er niet ook een boek dat zo heet? Nou, wij kennen dat boek niet. Dat zijn onze koosnaampjes. Het is heel vreemd. Maar zodra we hier samen thuis zijn, dan beginnen we elkaar zo te noemen. Wodan en Edda. Is er iets mis mee? Nee. Nee, ik vind juist hele mooie namen. Oh, het zijn mijn namen toch. En jij? Ik heet Johannes. Maar we noemen je Eddie, ja, waarom niet? Ja, hij is nu toch hier? Nou, drink je glasjes leeg en wat vind je van je nieuwe naam? Ja, heel mooi ook nou, wel. Nou, mooi is nou niet echt het passende woord. Het is ook wel een beetje een geile naam. Niet, Edda? Eddie en Edda. Ja, je begrijpt meteen waarom wij Johannes niet zo'n geschikte naam vonden in deze plek. Maar Edda viel meteen voor je, wist je dat? En ik kan er geen ongelijk geven, je bent een leuke jongen. Hé, hey, hoe oud ben je? Laat me eens raden. 25. Nou, hè? 28. 28! Hello, onze lieve vrienden. Zo'n 28 zit je nog lekker strak in je vel voor je leeftijd. Kan je van mij niet zeggen. Hoe oud denk je dat ik ben? Nou, gratis. 50. No. 50? En daar vind je ook dat ik uitzie als een man van 50? Ja. Ja hoor, gaan we leuk doen. Oh ja, uiteindelijk heb je natuurlijk een hand boven het hoofd, maar dat hoeft helemaal niet hoor. En die is slim genoeg om zichzelf te redden. Nou, raad nog eens. 40. Je voelt je toch niet verplicht om mij te paaien, hoop ik. Maar je hebt Edda helemaal voor je gewonnen. Gefeliciteerd. Dat was tot de bedoeling. Het ijs is gebroken. Je zult haar schoonheidsfoutjes nog wel leren kennen, beste vriend. Bodan. Ik heb hier helemaal geen zin in. Waarom neem je een wildvreemde jongen mee naar huis en waarom moet je hem zo schaamteloos ophitsen? Wil jij beweren dat jij er niet mee instemde Eddie uit te nodigen? Ik heb het bedacht. Valt hij je soms tegen? Nee. Ik wil het eenvoudig niet. Nou, dan wil je anders toch wel. Wanneer dan? Voordat onze Eddie zijn entree maakte. Ik wil dit soort spelletjes gewoon niet spelen. Maar dit zijn helemaal geen spelletjes. Dit is bloedig ernst. Je hebt zojuist de kennis gegeven je door deze knaap te willen laten bereiden. Ik help jou daar alleen maar mee om jou plezier te doen. Neem het maar niet kwalijk, Eddie. Ze is een beetje nerveus. Het is toch een soort eerste keer, hè? Maar maak je geen zorgen. Edda is een doorgewinterde tante. Hey, niet dat ze me ooit te ontrouw is geweest. Edda is zo trouw als een... Nou, noem eens een beest dat trouw is. Een pauw. Nou, ik betwijfel van pauw als ze trouw is als jij denkt. Een ander beest. Aan de voet zit. Zoek. Een hond? Ja, hallo. Dat komt dichter in de buurt. Nou, laten we teefjes op de proef stellen. En dan trek je Eddie zijn broek eens even uit. Dat kan hij toch zelf ook wel? Nou, dat valt nog te bezien. Eddie, hoe schat jij je vermogens in? Denk je dat je zelfstandig genoeg bent om je pantalon los te knopen? Jawel, natuurlijk. Ah, je wordt eindelijk enthousiast voor het idee dat jij dadelijk een beurt mag geven. Prima! Ik was even bang dat ik het nog voor moest gaan doen ook. En Edda zou er misschien niet onder willen tegenover staan. Maar ik verdik het! Ik vind het een beetje onhygiënisch. Vind jij het ook onhygiënisch om een bad te moeten nemen in zo'n voorgekookte pan soep? Nou is de broek me eigenlijk uit.